Zo'n 30 jaar geleden in het Beerzedal, een heel schoon Brabants beekdal in verval. Zo strak en recht, gewoon geketend, de meeste mensen nog onwetend. Maar vandaag de dag in het Beerzedal, planten en vogeltjes weer overal. Ik zag net een ijsvogelke vliegen en aan de kant een heel schoon plant voor vlindertjes op wiegen. De Beerze is een Brabantse beek die loopt van de Kempische heidevelden in België tot aan Bokstel. Een beek waar waterschap de Dommel de laatste jaren actief bezig is geweest met natuurherstel. De Beerze mondt uit in de Dommel op steenworp afstand van het waterschapshuis, het hoofdkantoor van waterschap de Dommel in Bokstel. De Brabantse beken kenmerken zich door de slingerende loop en de gevarieerde stroomsnelheden. Ze ontstaan door het samenkomen van kleine stroompjes en worden zo geleidelijk een beek. Het eerste stuk van de beek vanaf het ontstaan gezien noemen we de bovenloop. In de bredere middenloop van de Brabantse beken worden vaak armen afgesneden. Hier vinden we de broekbossen met hun dotterbloemen, maar ook kleinschalige weidjes met soms zelfs orchideeën. In de brede, voedselrijke benedenloop zit veel vis, waar de ijsvogel blij mee is. In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw is de 50 kilometer lange Beerze op veel plaatsen gekanaliseerd. Lekker makkelijk in de bewerking van de gronden en het onderhoud van de oever. De boeren stelden steeds hogere eisen aan de ontwatering van de aangrenzende gronden in het voorjaar. Hier lag toentertijd een belangrijke taak voor het waterschap. Gecombineerd met ruilverkavelingen werden vele beken in Brabant van hun natuurlijke franje ontdaan. Stuwen werden geplaatst. De kwaliteit van het water liet vaak te wensen over en resterende natuurgebieden verdroogden doordat de beek drainerend werkte en er grote hoeveelheden grondwater werden opgepompt ten behoeve van de landbouw. Men besefte dat het zo niet door kon gaan. In de stedendriehoek Tilburg, Eindhoven, Den Bosch ligt het stroomgebied van de Beerze. Aangrenzend liggen fraaie, maar geïsoleerde natuurgebieden. De Beerze is de verbindende schakel tussen deze natuurgebieden. Zowel de provincie als het Rijk heeft de Brabantse beken door de groene en de ecologische hoofdstructuur weer belangrijk gemaakt. Er zijn gronden aangekocht door Brabants landschap, natuurmonumenten en het waterschap, waardoor het beekdallandschap weer in ere kan worden hersteld. Planten en dieren kunnen nu weer in, op en langs het water van de Beerze van het ene naar het andere gebied. We zullen de Beerze gaan volgen vanaf zijn prille ontstaan op het Kempisch Hoog ten zuiden van Bladel. Het begin van de beek draagt de naam A of Goorloop, maar stelt nog niet zoveel voor. Zo ook een andere tak, het Dalemstroompje. Beide stroompjes omhelzen als het ware de Cartierheide. De A of Goorloop wringt zich een weg door de gagelstruwelen van boswachterij De Kempen. Waterschap de Dommel houdt het water in dit gebied zo lang mogelijk vast om verdroging te voorkomen. De bruine kikker profiteert hiervan. Al vroeg in het voorjaar plant hij zich voort in de voedselarme vennen. Ook het in het voorjaar blauw gekleurde mannetje van de heidekikker is hier te vinden. De A of Goorloop vloeit samen met het Dalemstroompje en stroomt verder als de Grote Beerze. In het waterpark heeft Waterschap de Dommel een rioolwaterzuivering gecombineerd met beekherstel, waterberging en een natuurlijke zuivering. Via een ingewikkeld procedé wordt het water telkens een beetje meer gezuiverd. Uiteindelijk stroomt het door een nieuw aangelegd moerasbos
dat voor de laatste zuivering zorgt. Het park heeft ook een ecologische waarde. Het trekt vogels en insecten aan, zorgt voor waterberging en is een verbindingszone met de Grijze Steen. In totaal heeft het waterschap hier zo'n 8 hectare landbouwgrond aangekocht. Deze grond is gebruikt om de beerzen weer te laten meanderen. Het gezuiverde water vervolgt zijn weg richting natuurgebied de Grijze Steen. De zonnedauw en moeraswolfsklauw zijn kenmerkende soorten van natte heide zoals we die nog vinden in de Grijze Steen. Ter hoogte van dit natuurgebied heeft recentelijk een 150 hectare omvattend natuurherstelproject plaatsgehad. Door de aanleg van nieuwe meanders zijn er honderden meters beerzen bijgekomen. Dit betekent niet alleen dat er veel meer water opgevangen kan worden, maar ook dat er veel natuur is bijgekomen. Door het uitgraven van oude meanders werd het Beekdal weer in oude glorie hersteld. Op de meeste plaatsen is de loop van de gekanaliseerde beerzen gedempt. Als we de beide lopen in één blik vangen, is het verschil duidelijk. De oever is steil en dan weer flauw en de stroomsnelheid en waterdiepte in de beek is wisselend. Hierdoor kunnen vele planten en dieren in en rondom de beek een geschikt leefgebied vinden. Blauwe graslandjes langs de beerzen profiteren van de nattere omstandigheden. Zelfs zeldzame orchideeënsoorten zijn hier nog te vinden. De schrale blauwgraslanden mogen niet met het voedselrijke water overstromen. Daar waar de voedselrijke bovenlaag van de voormalige landbouwgronden langs de beerzen is verwijderd, zijn ideale plaatsen ontstaan voor waterberging. In tijden van overvloedige regenval zullen deze aangrenzende gronden overstromen. Dit heeft voor de gebieden stroomafwaarts het voordeel dat hier geen problemen met wateroverlast ontstaan. Omdat deze aangrenzende percelen veel natter zijn geworden, zijn ze interessanter voor steltlopers. Zeker in het voor- en najaar, op de trek, zoeken ze hier vaak hun voedsel. Waar eerst stuwen voor een enorme barrière in het beekwater zorgden, zijn nu vistrappen verschenen. Die bestaan uit drempels van basaltkeien. De vissen zijn in staat om deze trap voor trap te nemen en kunnen zo weer hun natuurlijke trekgedrag vertonen. De beek wordt zo voor zijn bewoners weer een steeds gevarieerder stukje natuur. Slechts een half jaar nadat de mens de eerste stap heeft gedaan, heeft de natuur in sneltreinvaart het stokje overgenomen. De ontwikkelingen in de nieuwe meanders gaan in een stroomversnelling. Ook een aantal poelen zijn nabij de Grijze Steen door het waterschap gegraven. Kikkers en salamanders houden niet van stromend water en hebben een voorkeur voor deze kleine, stilstaande watertjes. Ter hoogte van de Netersulse heide is er een doorwaadbare plaats in de beerzen aangelegd. Van deze voorde maken vooral de grote grazers gebruik. Voor hen is ook een veetunnel aangelegd. Zo wordt de Netersulse heide verbonden met de Landschotse heide en het vee kan zo onbelemmerd zijn beheerswerk in de beide natuurgebieden doen. In de vennen van de Landschotse heide vind je de dodaars en zijn fraaie neefje, de geoorde vuut. Ook de natuurontwikkeling langs de kleine beerzen nabij Duizel is in volle gang. De graafwerkzaamheden zijn intussen afgerond. Zo is een verbindingszone gecreëerd naar de spekdonken. Niet alleen plant en dier hebben hier een plaatsje gevonden. Ook u als wandelaar bent van harte welkom.
Bij Vessem vind je loodrecht op het beekje lange, smalle kavels. Deze beemden zijn, doordat het waterschap het water tegenwoordig langer vasthoudt in het gebied, erg nat. Hiervan profiteert onder andere het markante plantje de veenpluis. Voor een bedreigde weidevogel als de grutto zijn natte weilanden van levensbelang. Vrijwel de gehele kleine Beerze is gekanaliseerd. Alleen op het landgoed Baast heeft de kleine Beerze zijn oude meanders nog. Dit geldt trouwens. De beide beken versmelten op dit middeleeuwse landgoed en gaan hierna verder als de Beerze. Ondanks aandringen van het waterschap willen de begin van de vorige eeuw geen gekanaliseerde Beerze door zijn landgoed. Hij vreesde een aantasting van het karakter van dit gebied. Uiteindelijk koos het waterschap voor de aanleg van een omleidingskanaal om toch de waterafvoercapaciteit van de Beerze te vergroten. Bij het Wilhelmina-kanaal komen de beide watertjes weer samen en vervolgt de Beerze zijn weg naar het noorden. Na onder het kanaal te zijn doorgestroomd, bereikt de Beerze de Heilige Eik in Oorschot. Volgens de legende werd hier in 1406 een Mariabeeldje gevonden dat tegen de stroom indreef. Ter plaatse werd een kapel gebouwd. Het waterschap heeft hier drie oude meanders in ere hersteld en wandelwegen aangelegd voor de bezoekers. Doordat de Spoordonkse watermolen het zogenaamde molenrecht had, mocht de molenaar het water in de Beerze opstuwen. Hierdoor ontstonden bovenstrooms moeras- en weidegebieden. De kracht van het opgestuurde water zette de schoepen van het rad in werking en zo werden er in het verleden tonnen en tonnen graan vermalen tot meel. Nu nog steeds wordt in het rechte molengebouw koren vermalen. De vissen kunnen deze hindernis nemen doordat het waterschap de Dommel een vispassage heeft gemaakt. Door de natuurlijke begroeiing van deze bypass is er al weinig onnatuurlijks meer water nemen in het veld. Een interessant natuurgebied is ontstaan bij de Lochtse Baan ten zuiden van de Campina door daar een omdijkt terrein als waterberging in te richten. Zo'n 100 dagen per jaar, vooral in het najaar en de winter, staat deze vlakte blank en bergt dan 1,7 miljard liter water. Door hier het water te bergen wordt voorkomen dat benedenstrooms voedselarme blauwgraslandjes overstromen. Vanuit de lucht is goed te zien dat de Beerze hier weer vrijuit mag kronkelen. Van dit vastgehouden water profiteren veel planten en dieren. De groene kikker geeft hier zijn zomerconcerten. De reiger is dan vaak niet ver uit de buurt. De benedenloop van de Beerze is het meest voedselrijk, omdat allerlei voedingsstoffen met het water mee zijn gestroomd. Dat speelt vooral ten hoogte van de Campina. Dit bekende heide- en vennegebied werd door Jacques P. Thijssen al lyrisch beschreven. Doordat de Beerze hier zo rijk is aan voedingsstoffen, is er zowel boven als onder het wateroppervlak veel leven. Onder het wateroppervlak is het een kwestie van eten of gegeten worden. Een salamander lust bijvoorbeeld wel een libellenlarve. Een grote libellenlarve eet juist weer de larve van een salamander. Deze libellenlarve heeft alles overleefd en staat op het punt zich te gaan verpoppen. Als je rustig de metamorfose van een libel bekijkt, moet je toch op zijn minst verwonderd raken door dit natuurverschijnsel. De in ons land zeer zeldzame beekrombout kun je in het voorjaar aantreffen.
De bosbeekjuffer, met zijn geheel donkere vleugels, is ook al vroeg bij de schonere beken te vinden. Een fraaie verschijning die je in eerste instantie meer aan een vlinder doet denken. De beekjuffer is een diersoort die het zeker verdient beschermd te worden. Al denkt deze grote gele kwikstaart daar anders over. We zijn zo langzamerhand weer aanbeland bij ons punt van vertrek en hebben gezien dat het waterschap de Dommel de laatste jaren veel natuurherstel heeft gepleegd langs de Beerzen. Er is door het herstellen van meanders meer beek bijgekomen. Er zijn vispassages gemaakt, poelen aangelegd en er wordt veel meer water vastgehouden. Door al deze maatregelen ontwikkelt de Beerzen zich in een stroomversnelling tot het uniek Brabants beekdal dat het ooit al eens was. Kom, ga met me mee naar het Beerzendal, waar de zeearend ooit vliegen zal. En waar de otter terug zal keren, we moeten van het verleden leren. Kom, ga met me mee naar het Beerzendal, waar de kraanvogel ooit broeien zal. Ik denk soms het zal mijn tijd wel duren, maar ik zal in dat geval mijn kinderen zeker sturen. Ga met me mee naar het Beerzendal, ga met me mee naar het Beerzendal, ga met me mee naar het Beerzendal.